moet zeggen dat ik begrijp zijn standpunt. Ik heb daar niks tegen. Jij gaat een campagne voeren tegen vlees. Dat is je recht. U kunt ook zeggen dat vlees vergiftigend is. Discuteer dat allemaal niet. Maar ik neem een klein voorbeeld dat Vlam ook doet. Vlam promoot ook bio. Nu, bio, helaas, of gelukkig, ik weet het niet, discuteer niet, is 1% van onze productie. In ons land, in Vlaanderen. Ongeveer 4% van de consumenten zijn bio-minded. En dat recht is eilig. Nu, wie koopt bio? Gewoon diegenen die de middelen hebben. Als je het bekijkt, sociale niveau, ten onrechte. Het is altijd een duurder. En dus zie ik dat meneer Santorum niets heeft tegen bio, ver daarvan. Of schoon dat wordt gekocht door kapitaalkrachtige mensen, die me op deze manier, als je de Vlamtheorie van Santorum blijft volgen, ook subsidieert via de Vlaamse gemeenschap. Je moet een beetje logisch met jezelf zijn. Hè? Jij bent anti-vlees, bekend dat. Ik heb daar niks tegen. Nee, zeg het. En je zegt, ik moet alles doen om die kraantjes dicht te doen. En een van die kraantjes, en je kunt gelijk hebben, staat ten onrechte open. Het is precies wat de staat zou promotie maken voor sigaretten. In plaats van op te schrijven dat dat gevaarlijk is voor de gezondheid en kankerverwekkend blijkt te zijn. Maar je hebt iets, gans de theorie die je aangebracht hebt in de conceptnota, ik heb je daarover ondervraagd en ben zeer correct geweest, is te vermijden dat openbaar geld in een kleine mate zou dienen aan een van die 11 sectoren, alias vlees. Oké. Okay. Bon, dat is uw recht.